Dit is de Camelback Rogue. Een stuk groter dan de Hydroback die je wellicht hiervoor gezien hebt, met een 2 liter waterreservoir. Bij de Camelback Rogue zie je 2 grote vakjes aan de achterzijde. Onder het bovenste vakje zit het waterreservoir. Het waterreservoir heeft 2 liter inhoud en kan door middel van de grote vulopening makkelijk gevuld worden. Ook door middel van het loshalen van het klittenbandje aan de bovenkant kun je gewoon de waterzak eruit halen en weer erin stoppen. Nou, laten we beginnen met kijken wat er in deze rugzak past. Je hebt een groot vak aan de bovenzijde. Je zou er eventueel je sleutels in kunnen. Nou, wij kunnen alvast wat reepjes erin stoppen. Een paar jelletjes erbij. Het onderste vakje is nog een extra vakje. Met een extra vakje aan de binnenkant. Hier zou onder andere een binnenbandje bij kunnen. Een bandenlichter. Toeltje. En dan zie je dat er zeker nog wel wat ruimte over is voor een telefoon of iets dergelijks. Hier aan de achterzijde is er nog een wat meer flexibel vak. Hier kan een pompje bij. Dan is de Camelback al redelijk gevuld en heb je bijna alle benodigde dingen bij je. Maar je zou ook nog een jasje erin kunnen stoppen. Zo zie je, zo is de Rogue maximaal gevuld eigenlijk. Van het zijaanzicht zie je ook weer dat deze rugzak goed aansluit op de rug. Aan de achterzijde zit het zogenaamde Airflow Channel, waardoor je een goede luchtstroming aan de achterkant van de rug hebt en zo min mogelijk zweet. Ook hier zien we aan de achterzijde een grote vrijheid voor de helm in fietspositie. Aan de voorzijde zie je een borststrap om hem goed vast te houden. En weer het klemmetje dat zowel links als rechts geplaatst kan worden om de slang aan vast te maken. Dat was de Rogue.